Hallo, welkom bij Into3 e-learning. En heeft u een technisch probleem, dan helpen we u vandaag verder met dit onderwerp. Een betaalbare gestabiliseerde voeding met vaste spanning. En hier heb je alvast een compleet voorbeeldje. Dus we hebben al wat filmpjes gemaakt in tussentijd over de transformator, over de dubbelzijde gelijkrichting, de afvlakking. En dan nu komt de 78, in dit geval 05. We noemen dat dus de 78XX, omdat het laatste gedeelte, de laatste twee cijfertjes van deze IC, vormen eigenlijk de stabilisatiespanning. En we kijken even naar het stukje dat we eigenlijk nog zouden moeten weten uit de vorige filmpjes. We starten dus met een volledig sinussignaal, dus een volledige sinus. En die jagen wij door een transformator. En die transformator, wat zal die doen? Die zal de spanning aanpassen naar een werkbare spanning voor ons. En eenmaal dat we na die transformator zitten, want die kan alleen maar wisselspanning transformeren, remember, dan komen we terecht op de dubbelzijdige bruggelijkrichter. En die heeft dus vier dioden. En dan hebben we in een vorig filmpje uitgelegd hoe dat die dat doet, om dus eigenlijk telkenmale de plus te gaan leiden. Dus je gaat eigenlijk je positief stuk van je signaal, van je sinus, ga je gaan doorvoeren en je negatieve ga je naar hetzelfde punt gaan brengen. En dan krijg je dus eigenlijk een soort van eerste gelijkspanning. Nu, we hebben gezien dat er daar heel veel energie nog altijd verloren hing en dat we bij gevolg daar een condensator of een elko moesten achter gaan plaatsen, waarvoor dat je trouwens ook mij kan helpen, helemaal gratis, door even op de affiliatielinks te klikken als je onderdeeltjes bestelt. Dit zetten we even op een oscilloscoop. Je krijgt daar een signaaltje van mij, dus je ziet dat dat signaal op dat moment eigenlijk nog onstabiel is. Hè? Het is wat gestabiliseerd, wat afgevlakt. Sorry, het is afgevlakt. En dat was het laatste punt waar we de vorige keer op terechtgekomen waren. En nu hebben we een IC'tje nodig. Nu kunnen we niet anders dan een onderdeeltje gebruiken die voor ons gaat gaan werken. En wat zal dat IC'tje doen? De 78XX, dus 7806, de 7805, de 7809, de 7812. Ik bedoel, welke spanning je nodig hebt, die IC bestel je. En je ziet direct op de voltmeter die achteraan staat, achter het spanningsregelaartje, dan zie je dat je daar mooi netjes 5 volt krijgt. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben dat gedaan door het middenbeentje van die IC aan de massa te hangen. De linkerzijde, net zoals op het schema, de linkerzijde krijgt de onstabiele spanning binnen, dus de afgevlakte spanning. En de rechterzijde, tada, een perfect lijntje. En een perfect lijntje op de spanning die je gevraagd hebt. Die ook niet meer beïnvloed wordt door de belasting die erachter hangt. Dus met andere woorden, vanaf nu heb je een stabiele voeding. En dat zal ik ook even demonstreren, want we zullen de weerstandswaarde, de belasting, gaan we af en toe een beetje laten variëren. We gaan een klein beetje meer stroom vragen, eens wat minder stroom vragen. En we zullen zien dat alles voor de IC onstabiel blijft, dus gewoon afgevlakt is, maar inderdaad het signaal gaat gaan wippen, terwijl dat na de IC perfect een lijntje. En het is net dit dat we moeten hebben wanneer dat we met elektronica willen gaan werken. Want die elektronica, zoals Arduino, zoals zoveel elektronica, zeker met microprocessoren erin, die vereist een perfecte spanning. En dit is hier nu het geval. Zo, en dus op deze manier hebben we nu een gestabiliseerde voeding gemaakt. En kan u ook bij reparatie, want trouwens, een van de vele onderdelen die defect had, is vaak de voeding, kan u nu zelf ook een voeding ontwikkelen of herstellen. Zo, en hebben we weer wat bijgeleerd? Dan helpt u mij door te drukken op de subscribe-button. En natuurlijk mag u ook altijd onderaan nog wat commentaar nalaten. Alvast bedankt!